What up guys, het is de zoveelste video vandaag van Far Cry 5. Als je alles bij elkaar optelt plus expansion zitten we al boven de 50 afleveringen waar ik dus Far Cry 5 in cover. Dat is best veel. Doe me een beetje denken aan de Far Cry 3 tijden, maar dat komt puur en alleen door hun Season Pass content. En vandaag beginnen we dus aan de derde expansion van Far Cry 5. Nadat we ons avontuur in Vietnam hebben opgelost en afgerond, nadat we Mars weer veilig hebben gemaakt en de mensheid hebben gered, gaan wij blijkbaar nu een avontuur beleven wat betreft zombies. Dat oranjeachtige op die chick wie ik daar zie, doet me PC denken aan The Evil Within 2. Maar wat ik voor de rest van moet verwachten, ik heb werkelijk maar geen flauw idee. Het enige wat ik weet, dat het allemaal niet echt realistisch een zombie-uitbraak is. Nee, het zijn filmsets van die bekende character wie ook continu filmsets heeft in de vanilla game. Ik kan even niet op zijn naam komen, maar je doet het allemaal voor hem. Als het goed is, zijn het gewoon typische, hele cliché filmscènes. Ik heet jullie in ieder geval van harte welkom. Ik hoop dat jullie er zin in gaan hebben. Eventjes dat blauwe duimpje achterlaten, dat zou mij en de video en de serie gewoon enorme supporten. Laten we beginnen aan ons avontuur. Dead Living Zombies Expansion 3. Let's go. Oh ja, zo werkte het, hè. Ik had zoiets dus wel gelezen. Dat het namelijk 7 scenario's zijn. 7 filmscenario's met zombies. En de filmproducent, waar ik dus godverdomme helaas, dat is echt kut, even niet op zijn naam kan komen. Ik ga het opzoeken ook voor jullie. Guy Marvel, zo heette die. Guy Marvel, kon er gewoon echt niet opkomen. Maar goed, hij heeft dus eigenlijk het zo goed als dode genre zombies. Iedereen, nou ja, iedereen. 80% van de mensheid haat zombiesfilms waarschijnlijk, omdat ze uitgemolken zijn en fucking cheesy. Hij heeft er een nieuwe draai in gegeven, een nieuwe twist. En wij gaan het zien. We gaan starten met Fields of Terror. En letterlijk zijn naam staat gewoon boven Fields of Terror, dus ik ben niet helemaal bij de les. Maar we gaan beginnen. We gaan hem solo spelen, dat sowieso. Je behaalt topscores per scenario, per level, hoe je het noemen wilt. En voor de rest heb ik werkelijk wel geen flauw idee wat ik ervan moet verwachten. Dus we gaan lekker solo beginnen aan Fields of Terror. Oh, hey, have I got a script for you. This thing is grade A pure gold. It's like Return of the Living Dead meets Bridges of Madison County. Only better. Close your eyes and picture this. A top secret military aircraft carrying top secret cargo fucking explodes in midair after an engine malfunction. And the debris rains down over a secluded wheat farm in the middle of nowhere. What's this top secret cargo, you ask? Dead soldiers that have been reanimated into zombie super soldiers. The echoing explosion wakes up the missus, and she's like, oh, honey, what was that? You need to go outside. I'll check it out. But that's a bad idea, because our super soldier zombies are ready for war. Ah, there's zombies in my fucking field. This farmer is now the last line of defense to prevent a global zombie outbreak. Run! I'll take care of this shit. It's the middle of Middle America. Zombies on the doorstep. Our farmers got like mysterious containers to shoot up. Let's call them mutation stations. Super vet man. De gameplay begint gewoon right the fuck now. En ja, to be honest, vind ik dit wel heel vet neergezet. En kan je dus ook waarschijnlijk 7 afleveringen verwachten van deze expansion. Gewoon een aflevering per video. It's a foggy night. And the... Make it a clear night. The lens flares will look much better. Yeah, I love it. Your cinematic signature is gonna be all over this. Wow, dit is echt best wel origineel, man. Oh ja, we pakken alles op. Hoppel, helemaal caduc. Die hebben we, die, oké. Ja, kom je?
Zo! Wow, 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 wow. Ja, to be honest, best wel heel erg vet, maar je doet dus blijkbaar niks stealth in het spel. Jullie kennen me, ik doe graag dingen stealth en ik kon die chick niet eens meleeën, dus dat is blijkbaar echt gewoon niet de manier. Holy fuck, dude. Tegen zijn kop. Flunk. Oh. Ga snel die vrachtwagen in, tractor, wat is het? Fuck those guys. And these mutation stations would have glass capsules filled with zombie making goo. I can just imagine our hero busting open that glass with some bullets. Ah! It's so fucking badass. Ah, ik snap wat ik moet doen, ouwe. Je moet ze sluiten. Dat is best wel heel vet gedaan. Uniek wel. Vet filmscenario. Oh, moet je er niet achter vastzitten, Denna? What the fuck, ouwe. Our hero's at the flaming wreckage. What's that? It's a zombie with its skull opened, brain exposed, and it's leaking toxic goo. Hmm, that's gross. You want me to explain what happens when our hero headshots him? Nah, I'm good. Weet je wat, ik ga lekker eerst naar de andere kant. Daag. Ik word waarschijnlijk nog steeds achtervolgd, inderdaad. Oh los, ze gaan dus in de fik als je ze... Best wel vreemd. Als je in hun kopje schiet. Ik heb ook totaal... Geen... Oh my god. We need a set piece here. It's not a shed, it's where they store gas. That is the kind of mainstreamness that this idea needs. Oké. Okay. Dat was best wel vet. Te snel gefixt ook. AK-47 werkt dus heel erg goed daarop. Ja, nu moeten we sowieso ook deze plek kunnen sluiten. Lijkt mij. Kutvuur.
Is het nou eindelijk kapot of denk ik van nee? Volg eens. Waarom staat er een auto aim, ouwe? Dank je. Kijk, weet je, ik ben niet voor een topscore aan het spelen. Ik denk dat jullie dat ook wel hebben gemerkt. Ik ben gewoon die guy die deze episode speelt voor jullie. Story-wise. En als ik daarna de trofies nog wil, ja, dan doen we het wel gewoon. Maar nu is dat niet de main focus. In the woods, the mysterious goo is making dead dogs come back to life. No. Audiences will not like the idea of dead dogs. Did I say dead dogs? I mean like zombie wolves. Oh my god, ik heb bijna geen ammo meer. Yes! Give me the tractor back, man! Oh, the pumpkin farm. Chill. You get a zombie! Everybody get zombies! Whoa, way! Kan ik niet gewoon vanaf het dak? Nein. Extraterrestrials. Yeah, so I know you did similar stuff in that TV show, but imagine it was done better. I won awards for that show. And you lost a bunch. You know what? I'm gonna pass. Your idea was pretty basic. I'm the one responsible for the pizzazz. Come on! Oh, nu ontgrendeld voor deze pitch het topscore. Uiteindelijk is het natuurlijk een volgende die is vrijgespeeld. Burnt Bridges heet het. Ook natuurlijk een Guy Marvel movie. We zijn klaar met deze pitch. Je kan dan ook echt klikken op volgende en dan zit je ook in de volgende. Ja, top. Oké, deze gaan we spelen in de volgende aflevering. Dat betekent dus dat deze expansion voor het allereerst geen open wereld toevoegt. Want in Vietnam was er een nieuwe wereld. Op Mars was er natuurlijk een gigantische wereld. En storyline en guns en weet ik veel allemaal wat. Eigenlijk is deze dan het minst interessant. Maar vertelt hij hele toffe scenario's. 7 toffe scenario's. Dus ik ga hem hierbij laten. Ongeveer 17 minuutjes. Nou, dat gebeurt niet vaak op mijn kanaal. Dat een video eindigt onder de 20 minuten. Maar dit zijn eigenlijk de perfecte momenten om dat wel te doen. Ik heb letterlijk geen enkele ster gehaald, want ik heb gewoon heel rustig gespeeld en ik doe helemaal geen enkele topscore. Ik speel gewoon chill de afleveringen. Bedankt voor het kijken, bedankt voor de support. Dit is dus de derde expansion, Dead Living Zombies. En ziet er best origineel en uniek uit voor Far Cry dingen-achtige dit shit. Ja, sowieso. Meest unieke season pass voor een Far Cry sowieso to date. Hey, guys, tot de volgende. Later!